Grill. Yo boys, top jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we op Black Ops 3. Jongens, ik wou Fortnite zeggen, maar we zitten lekker op Black Ops 3. Vandaag gaan we lekker een potje Infected spelen. En Infected is gewoon dat je hebt eigenlijk een hele groep enemies. Zoals je hieronder kan zien, gewoon 12 enemies volgens mij. Nee, dat klopt niet. Geen 12, 10 of zo. 1, 2, 3, 4. Ja, 10 enemies. Ja, 10 enemies, ja. 10 enemies. Of ja, 10 teammates eigenlijk, maar daar wordt zo meteen eentje van... Waar heb ik net goede wapen? Want ik moet scavenger wel aan hebben staan, want anders komt het niet goed. Kijk, jij hebt gewoon 10 teammates eigenlijk nu, weet je wel. Maar zo meteen wordt er één infected, dus dan wordt één van deze grappies wordt dan een enemy eigenlijk. En die gaat dan met een freaking knife gaat jou lekker neersteken. En gelukkig ben ik het niet. Anders was ik nu flink te lul geweest, zoals je kan zien, mensen hebben al een pressie en shit. Ja, yeah, dat is dus een knife runner. En wat die knife runners kunnen, boys, is echt ziek hard rennen. Kijk, hoe wij nou rennen, is echt een klein beetje wat... Ja, dat is gewoon echt gewoon... Ja, dat is gewoon heel klein... Ja, als ze... hoe ik dat moet zeggen, is gewoon, kijk, als wij zo rennen, halen de enemy... Of ja, halen de knife runner jou eigenlijk gewoon in met het rennen. Want hun kunnen echt gewoon maximaal kaart rennen gewoon. Dat is gewoon echt ziek... Niet normaal. Of ziek, ja, gewoon. Gewoon echt keihard, gewoon, ja. Dus daar moet je echt voor uitkijken. Dus als jij een runfight aangaat met een enemy. Of met deze knife runner, wint hij sowieso. En ik moet er uitkijken, want hij zo meteen komt uit de deur, jongen. En dan ben je katsboom dood. Oh, daar heen. Daar heen, niks. Teammate gekuit. Dankjewel, teammate. Oh shit. En wij zijn nog maar met 4 man over. En ja. En voor de rest is allemaal knife runner shit. Dus daar heb je hem alweer een. En oh kak. Oké. Fuck. Nee! Hij was onzichtbaar. Ik zag hem niet, maar ik hoorde hem wel. Jongens, moet je kijken hoe freaking snel je rent, bro's. Holy shit! Oké, dus let's go. Let's take... Hier, die zit hier. Die zit hier. Waar is hij nou? Waar de fuck is hij nou? Jongens, we zoeken iemand. Is hij gaan verstoppen? Ja, got you! Je dacht dat dat ging lukken. Mooi niet. Let's go. We hebben 5 kills. 1 dead. Maar dat kwam omdat iemand mij knife. Terwijl dat hij onzichtbaar was. Ja, het was gewoon pure side. Maar deze hebben we in ieder geval. Let freaking go. En dat was het potje eigenlijk. Dus dat is heel simpel. Maar het is wel heel intensief om te winnen. Maar je hebt nog steeds niet gewonnen eigenlijk. Dus ik zie jullie zo meteen. Ja, behalve. Je wint eigenlijk pas als je... Echt gewoon de 1 minuut 50 helemaal heb volgemaakt, weet je wel. Maar het gewoon alleen maar schieten tegen de enemies, weet je wel. Dus jongens, ik zie jullie zometeen in het tweede potje. Ja hoor boys, we zijn weer aangekomen in het tweede potje. We nemen gewoon weer lekker de VMP. Daar kan je lekker snel mee schieten en lekker snel die knife runners mee afknallen. En zoals je zag zo net, we gingen het echt zo super snel. Maar je kan het ook heel lang laten duren als de enemy bijvoorbeeld niet heel snel killt. Dus dat potje was eigenlijk redelijk snel. Maar je hebt ook wel eens langzamere potjes en beter ben ik het nu niet. Ik ben het. Kut, ik ben het. Zwaar. Oh nee, ik ben het niet. Dat was... Nee, dat was een enemy. Die ga ik killen. Oké, dan hou je. Ik dacht, dat ben ik. Weet je wel, maar... Ja. Het zou wel. Nee, trouwens, voordat jullie... voordat ik het nog bijna vergeten te zeggen is... Als je als eerste, zoals je net zag, af werd geknald... Dan heb je gelijk nog wel zelf je eigen wapen nog in je hand. Maar... of een handgun... Ik weet het niet meer zeker. Of je hebt je eigen gun of een handgun om de eerste kill te maken. Waardoor je eigenlijk 2 knife runners hebt. Dus ja. Dus eigenlijk de eerste kill die je mag maken als knife runner zelf. Is met een pistooltje dus. Of met een, ja, met een geweer dus. En het is niet heel slim dat ik hier overal naartoe aan het rennen ben. Maar ja, ik dacht voor de leukheid, weet je wel. Is het wel misschien lachen dat ik gewoon al deze kant op ren. Maar ik moet er wel blijven uitkijken eigenlijk. Maar zoals deze teammate, boys, kijk, je kan ook aan de hele andere kant van de map zitten, weet je wel. Dus ja, je kan de hele tijd gewoon door blijven rennen. Maar het verstandigst is eigenlijk om lekker hier in deze camp, deze achterkant van de map te blijven zitten. Want daar kunnen ze alleen maar via voorkomen en dan kan je ze afknallen. Maar ja, zolang dat er nou nog maar via... Oh. Nee? Nee, zolang dat er nog maar een paar mensen zijn die aan het knife rennen zijn... Dan kan je gewoon lekker door de map heen rennen. Maar nu wordt het wel een klein beetje heel veel. Dus nu zijn het al 5 mensen die aan het knife runnen zijn. Ja, en ja, dat doen wij niet aan. Maar daar stond er één, fuck.
Ja, maar dan ga ik niet naar binnen, hè, vriend. Dat snap je zo ook al. Trouwens, ze kunnen tomahawks gooien, dus daar moet je ook voor uitkijken dat je niet blijft stilstaan of blijft campen. Want dan ben je gewoon hartstikke hard. Dus de shark. En de kerel komt niet op mij af. Kijk, ik heb hem. Nice. En ik kijk uit af voor achter mij, want mijn teammate die kan sowieso eventjes in één keer flink naaien. Dat hij mij gewoon geen. Dat hij hem niet kill bijvoorbeeld. I don't know, maar kijk, je ziet toch gelijk dat dit potje iets trager gaat. Dan zo net. En dat is een teammate die eraan kon rennen. Lekker teammate. Ik denk dat je hem had. Oké, nu zijn er al 6 knife runners en 5. Dus wij zijn er nu in een minderheid. Maar zoals je. Maar zoals je nu kan zien in de time, weet je wel, linksonder. Zie je ja, dat er nog 1 minuut 48, 46, 45. Dat dan nog. Ja, als we dat helemaal volmaken, weet je wel. Dan. Kak. Dan kunnen wij gewoon winnen. Behalve als er weer opnieuw iemand genaaid wordt. Ja, dan wordt het wel een beetje lastig. Want dan gaat het einde weer naar 2 minuten. En dan, ja. Dus zo'n feest is het wel, dus. Don't kill me. Oh mijn god. Gewoon een beetje close, jongens. Oké, wij zijn de laatste 3 nu. Oké, GG. Oh mijn god, we blijven ook allemaal hier bovenop zitten, weet je wel. Lekker teammate, dankjewel. Oh, teammate. Nee. Ik sta buiten de map. Ah, zak. Kut. Scavenger pack. Daarvoor heb je scavenger pack nodig, jongens. Oh. Kak. Geef die scavenger packs. Ik moet kunnen reloaden. Oké, we hebben weer ammo. Oké, nog 1 minuut 27. Als we dit overleven, jongens, hebben we kaart gewonnen, jongens. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit, want het is echt gewoon super hevig. Ik had hem daar moeten hebben, boys. Nou, je weet in ieder geval waar ze zitten. Niet aan deze kant. Aan deze kant. Ja, en dan. Oh mijn god. Ik kan ze eigenlijk heel. Precies, dit. Je kan ze eigenlijk heel makkelijk hebben, maar ja. We kwamen echt super ver in ieder geval. Dus kijk, het is bijna niet mogelijk om. Ja, om solo zelf tegen al die knife runners te spelen, weet je wel. Kijk, hij schiet niet eens meer. De kerel denkt zo van, ja, fuck dat. Ik ga weg proberen te rennen. Maar zie je, die knife runners zijn super snel. Dus ik zie jullie nog in het derde potje, want deze potjes gaan natuurlijk super snel. Dus dan ga ik naar het derde potje toe en dan zie ik jullie daar. Nou boys, we zijn in het derde potje aangekomen. Zoals je kan zien, ik pak de KVK met... Dingen staan er niet bij. We hebben een Elo's Coke erop. We hebben, ja... hoe heet dat nou? Ik weet niet meer hoe dat heet. Hoe heet dat? Ja, Afterburner. Dat was het. Beter word ik nou niet de enemy. Oké, ik ben de enemy niet. Oké, chill. Oké, daar kan ik hier naartoe komen. Oh, fuck. Mijn controller werkt een beetje niet mee. Oké, dat leek even op dat het een controller even niet. Maar trouwens, ik heb trouwens een nieuwe controller. Zoals jullie kunnen zien, hij is blue. I'm blue, double die, double die. Oké, sorry. Nee, jongens, ik heb een blauwe nieuwe controller. Dus in plaats van deze zwarte, zoals je kunt zien. Dus ik heb nu 2 controllers. Ja, eerst had ik nooit 2 controllers. Maar ja, die ene is een beetje kadoek. Maar ja, dat. Maar we zijn weer lekker in het derde potje aangekomen met Infected. En ja, het is geweldig. Ja, dat is het. Let's go, daar hebben we de eerste knife run al. Hier, zie je dat? Hij mag met een pistooltje de eerste kill maken. En ja, dat is very easy. Dus bro, ik snap niet waarom je zo erg lang doet om ja, te killen met een pistooltje. Maar oké. Dus je mag dus alleen maar gewoon met een pistooltje killen. En daarna begin je gewoon weer lekker met knife runnen. En ja, dat. Ja, dus dat. Nog 2 knife runners, dus we kunnen easy peasy lemon squeezy rondlopen. Behalve als ze samenlopen erbij de lul. Maar ja, dat doen ze niet. Want ik denk niet dat ze allebei party zijn. Dat ze allebei van de map af pleuren. En ja, bij elkaar gaan lopen. Dus als je zag, daar heb je de tweede kill. Maar gewoon in deze game mode moet je gewoon proberen om zo ver mogelijk. Of zo meest mogelijk kills te maken eigenlijk. Dus ja, als je een beetje rond gaat rennen, ja, dan kom je ze wel tegen. Maar dan moet je ze niet tegenkomen van. Dat ze tegen je lijf aanlopen. Maar zoals ik had, is het wel prima. Dus dat. Dus ja, geweldig. Maar gewoon lekker goed om je heen blijven kijken. En scavenger packs aanzetten. Dan, dan komt het helemaal goed. Want dan heb je genoeg ammo. Unlimited ammo eigenlijk. Maar ja, dan moet je wel een beetje van de grond afgrapen. Maar dan ben je niet zoveel uit, hè. Maar ja, het is gewoon een beetje goed op je geluid letten. En een beetje horen waar ze vandaan komen natuurlijk. En zoals dat.
ja, kan je ze gewoon easy peasy lemon squeezy killen. En we hebben nog OVA Mass Infected. Oké, dat is wat minder misschien, maar... Ja, ik vind het heel erg dat ik daar niet meer naartoe ga. Ik vind het heel erg dat ik... Ik vertrouw het niet. Die enemy. Nee! Ja, kijk, dat zeg ik. Ja, die kunnen, gasten kunnen mo-kart rennen. Waarom liep ik daar eigenlijk op af? Maar oké, GG. We gaan die kill even killen. Oh, GG, enemy. Teammate. Wee! Oh, kak. Teammate. Enemy. Je moet geen... run battle aangaan, hè, pik. Want de run battles, die winnen wij. Ja. En ja, we hebben ook Dead Silence aan, zoals je kan horen. Nou, eigenlijk niet dus. Want je hoort eigenlijk dus bijna niks. Je hebt ook Bless. Of ja, what the fuck. Je hebt ook, hoe heet dat aanstaan? Ik weet niet hoe dat heet. Ja, ik weet niet. Dat Afterburn. Nee, Afterburn is dat je snel kan springen. Maar, oké, ik weet niet wat. Ik weet niet wat het is. Wat zal wel. In ieder geval dat je booster zelf niet meer zo heel erg hoort. Maar ik weet niet waar die kerel is namelijk. Ik zal vast hier in deze span zitten dat ik gelijk dood ben nu, maar... Hé? Waar de fuck is die? Je hoort ook gewoon geen ene zak, hè? Dus... Het is ook gewoon één... Oh, we hebben hem. GG, ik wist niet waar die zat, maar we hebben 7 met 1. Dat is gewoon een lekker potje. Dat is gewoon een lekker 7 om 1. Dus ja, dit is in ieder geval iets anders dan normaal, weet je wel. Normale Call of Duty. Oh mijn god, hij zit daar te campen. Hi! How you doing, bro? Fuck jou. Maar in ieder geval, jongens, als jullie deze leuke video weer leuk vonden, geef dan sowieso eventjes een like. En ja, dan zien jullie mij vaak misschien wel weer op Call of Duty. Maar er komen sowieso ook weer geheid Fortnite video's aan. En jongens, laat trouwens even weten wat jullie van de Fortnite video's vinden als ik gewoon alleen de kills upload, weet je wel. Want ja, ik vind het zelf prima om te doen, weet je wel. Ik ga gewoon lekker een potje op de PC spelen. Lekker winnen, weet je wel. En dan pak ik gewoon alleen de kills, weet je wel. En dan monteer ik dat zo, weet je wel. En dan... pleur ik dat lekker online. Maar als je dat leuk vindt om vaker te zien, nou, dan moet ik vaker natuurlijk een win halen. Maar als jullie dat vaker willen zien, ja, geef dat sowieso eventjes aan in de reacties beneden. En dan, ja, dan zal ik dat eventjes, dan weet ik dat in ieder geval. En dan zeg ik in ieder geval tot de volgende keer bij een nieuwe video, in ieder geval van Call of Duty of bij, Fortnite of zo. Of bij GTA. Dan, dan zie ik jullie daar wel weer. Dus jongens, tot de volgende keer. Later.